manier waarop dat clients toegang kunnen krijgen tot de Exchange server is met Outlook. Dus dat heet nu Outlook Anywhere in plaats van de vroegere Remote Procedure Call RPC over TCP/IP. Wordt er nu de RPC over HTTP gebruikt. Wat dat een eenvoudigere implementatie is dan RPC door te laten door eender welke firewall. De Outlook Web Interface. En die werd een beetje geherdesigned. Ik kreeg een nieuwe design toegekend. Het speciale aan OWA is dat er nu een offline modus bijgekomen is. En verschillende apps voor Exchange kunnen er worden toegevoegd, zoals Bing Maps bijvoorbeeld. Het is ook zo dat als je verbindt met verschillende devices, bijvoorbeeld als je verbindt met een telefoon, dan krijg je een interface met één kolom. Verbind je met een tablet, dan krijg je een interface met twee kolommen. Verbind je met een desktop, zeg maar, dan krijg je een interface met drie kolommen te zien. Dus die past zich aan de situatie. Een andere mogelijkheid is om via de Exchange Web Interface EWS te gaan verbinden. Dat is eigenlijk een interface voor applicaties waar dat er SOAP wordt gebruikt om berichten door te sturen. En er is een API voor .NET applicaties die dat daar toegang toe wil hebben. Bij Thunderbird bijvoorbeeld is dat ook geïmplementeerd om via EWS te gaan verbinden. Er zit een heel systeem van autodiscovery ook bij OWA. Om de juiste connectie te gaan leggen. Een andere mogelijkheid is via ActiveSync. ActiveSync wordt dan vooral gebruikt bij de mobiele toepassingen, hè, waar je je mobieltje gaat verbinden met de Exchange server. Daar kan je eigenlijk als admin gaan kiezen om een lijst aan te leggen van de devices die toegelaten zijn. Je kan ook policies opleggen, zeggen van bijvoorbeeld uw pingcode moet voorzien zijn. Je kan ook remote een device gaan uitvragen. Remote niet voldoet of als dat bijvoorbeeld gestolen is. Qua administratie bestaat er de Exchange Admin Center. Die kan je bereiken via de web interface. ECP heet die. En daar kan je eigenlijk de standaard beheerstaken van Exchange gaan uitvoeren. Nu de meeste of de beste manier om Exchange te gaan managen is via PowerShell. Dat kan remote ook bijvoorbeeld. Of via een webinterface kan je dat ook gaan doen. De mogelijkheden via PowerShell zijn veel uitgebreider dan via ECP. Dus alle features die dat er zijn in Exchange server, die zullen niet in ECP beschikbaar zijn. Dus al deze dingen, dat zijn eigenlijk de manieren waarop dat je kan verbinden met een Exchange server. Eerst waar je terechtkomt op de Exchange server zelf, dat is best een load balancer. Als je verschillende servers hebt staan, kom je eigenlijk terecht op, en er zijn twee server roles dat je eigenlijk kan installeren in een systeem. Dat is de client access role. Ik kom eerst op de client access servers terecht. Stel dat ik bijvoorbeeld 4 heb, client access servers. Of CAS voor de vrienden. Het enige wat een client access server in het kort eigenlijk doet, is gewoon doorsturen. Dus een proxy voor de servers die er eigenlijk achter liggen. Die load balancer kan eigenlijk zelf gaan kiezen waar dat hij eigenlijk zijn clients naartoe gaat sturen, naar welke client access server die gaat sturen. Dus het enige wat de CAS doet is zorgen dat Outlook, OWA, al die mogelijkheden beschikbaar zijn.
Dus de volgende laag dat er eigenlijk is, is de mailbox server die het erachter komt. Dus de mailbox server, de eigenlijke server waar de mails op beschikbaar zijn, die staat er nog eens een keer achter. En eigenlijk moet die client access server gaan beslissen waar het die eigenlijk juist zijn mails naartoe gaat sturen. De eerste laag eigenlijk, die load balancing, dat kan je bijvoorbeeld via de Windows Network Load Balancing kan je dat toepassen, dat die belasting verdeeld wordt tussen die verschillende client access servers. Client access servers die bepalen zelf naar welke servers, mailbox servers, dat ze gaan doorsturen. Bij mailbox servers is er ook nog zoiets als de database availability group. Het is dus eigenlijk DAG, het is eigenlijk het cluster systeem dat er bij de mailbox servers bestaat, hè, waar je dus gaat loadbalancen tussen verschillende kopies van de databank op verschillende servers. Je kan dan ook gemakkelijk, als er één bepaalde server zou falen, dan kan je gewoon laten overnemen door de andere servers. Een aantal andere dingen die je bijvoorbeeld kan doen is de meerdere databanken per volume. Je kan een actieve en een passieve databank gaan vastleggen, zodat er als er één kopie corrupt is, dat je kan overschakelen. Je hebt ook een auto-receipt. Dat is dan al intern binnen een databank met waar je verschillende schijven hebt staan. Dan kan je een spare disk gaan definiëren als er dan één bepaalde schijf zou uitvallen. Dan wordt alles auto gereceipt naar de spare disk, naar de reserveschijf, zeg maar. Bij die client access server, SIS, heb je de front-end transport service staan. Dus eigenlijk gewoon een proxy voor SMTP-verkeer. Dus er komt SMTP-verkeer. Simple Mail Transfer Protocol, ten vuiste verkeer voor mail komt binnen. Alles wat inkomend is, dat maak je eigenlijk aan met een receive connector. Alles wat uitgaat, dat ga je met een send connector gaan definiëren. De mail wordt door één client access server doorgestuurd naar één bepaalde mailbox server. Dat kan doorsturen tussen verschillende mailbox servers, dat kan ook. Dat kan zijn dat je bij een andere database availability groep moet zijn en dat je dan zo moet gaan doorsturen. Dat kan ook dat je een andere site hebt, dus je kan mailbox servers per site gaan voorzien, waardoor dat je bijvoorbeeld ook als een bepaalde site zou down gaan, dan kan je ook alles op een andere site gaan laten draaien. Een andere Active Directory site is het dan. Alle mailbox servers onderaan hier ga je de transport servers hebben draaien. Dat zorgt algemeen voor heel de mailflow binnen een bepaalde organisatie. Dus wat komt daarbij kijken? Anti-malware. Anti-spam, dus allemaal filters op je mailsysteem van wat dat je toelaat of niet. Er is ook zoiets wat dat de Data Loss Prevention heet, DLP. DLP gaat ervoor zorgen dat geen gevoelige informatie van uw bedrijf eigenlijk naar buiten gaat. Er is ook een filter om te zorgen dat er niks verdwijnt. Je kan bijvoorbeeld filteren op rekeningnummers dat die tegenkomt of bepaalde data dat die zou tegenkomen van het bedrijf. Een andere mogelijkheid die je hebt, dat is de Client Access Server of CAS, die eigenlijk combineren op dezelfde server met een mailbox role met een mailbox server. Dat mag op dezelfde server, alleen moet je dan een beetje opletten als je
die CAS gebruik maakt van network load balancing, ja, dan en die mailbox server gaat dan ook nog eens gedupliceerd zijn. Die twee gaan eigenlijk niet samen. Dus je kan niet en de failover die er bestaat van de mailbox server en de CAS op één server en network load balancing gaan combineren. Dat zijn eigenlijk twee load balancing protocollen dat dan samen zouden draaien. Dat werkt dus eigenlijk niet. Bij uitbreiding, wat er voor Microsoft dan geldt, is uw Exchange server geïntegreerd met andere servers. Zo heb je bijvoorbeeld de Link server. Die gaat eigenlijk services voorzien zoals Voice over IP, zeg maar alles geïntegreerd met een telefooncentrale, PBX, instant messaging, nu bijvoorbeeld ook met Google Talk, dat die kan samenwerken. Dat eigenlijk om alles te integreren in één systeem, zowel de mail als sms die daar binnenkomt, ook alle conversaties die dat er zouden zijn, meetings die dat er zijn, die gaan allemaal gestockeerd worden in de Exchange server. Een ander ding dat geïntegreerd is met de Exchange server is SharePoint. Dus SharePoint server gaat bijvoorbeeld de e-discovery hebben. E-discovery dat gaat zorgen voor een uitgebreide zoekmogelijkheid, zodat je kan zoeken in documenten, in bestanden, in mails, in linkconversaties, in alles wat er eigenlijk is van conversaties kan je dan dingen gaan zoeken. Dus ook zoiets bij SharePoint als een site mailbox. Dat betekent eigenlijk dat je een mailbox gaat aanmaken, maar die gaat eigenlijk documenten bevatten en bestanden. En die draait eigenlijk ook op Exchange, hè, maar die is dan beheerbaar via de SharePoint server. Dus dat is eigenlijk de manier waarop dat alles gekoppeld is bij Microsoft, die verschillende servers waarop die aan elkaar gekoppeld zijn. Een laatste ding dat ik wil toevoegen aan de uitleg over de Exchange architectuur is eigenlijk de manier waarop dat uw Exchange server nu beschermd is of net niet beschermd is. Het is zo dat er vroeger eigenlijk aan de buitenkant, voordat je eigenlijk aan de Exchange server zelf kwam, was er eigenlijk de forefront management gateway voorzien. Dus eigenlijk een speciale server die dat, ja, onder andere ook bepaalde mails kon gaan filteren of attacks kon gaan filteren op uw server. Eigenlijk het aanraden van Microsoft was vroeger eigenlijk: laat nooit zomaar een mailserver, sowieso geen Microsoft server, rechtstreeks op internet staan. Dus zit daar altijd iets tussen wat de boel eigenlijk kan gaan filteren. Nu, het probleem met de Front Management Gateway is dat daar geen nieuwe versies meer zijn, dus die worden niet meer ondersteund in de toekomst. En dat is eigenlijk afgeschaft, dus dat systeem. Dus heel dit systeem bestaat niet meer. De uitleg die Microsoft dan geeft is: ja, onze server zelf is tegenwoordig zo fantastisch goed dat hij zichzelf wel kan beschermen tegen alle mogelijke aanvallen van internet. Misschien wel een aanrader bij Microsoft is erbij om er minstens een firewall of iets tussen staat wat ervoor zorgt dat niet zomaar alle verbindingen worden aangenomen door uw bepaalde server, wat dat denk ik wel logisch is. We zullen zien in de toekomst hoe dat daar verder gaat gaan. Ik neem aan dat er ook wel andere bedrijven zullen zijn die dat zullen zorgen voor het beschermen van uw Exchange servers. Maar de Forefront Management Gateway bestaat daar niet meer. Er zijn dus geen Microsoft producten meer die uw server voldoende beschermen. Microsoft zelf beweert dat zijn server zichzelf wel zal beschermen.